gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Hey Noël, nemen robots eigenlijk de wereld over? Tot nu toe is een robot een machine en is het door de mens uitgevonden. Maar of het de wereld gaat veroveren? Hey maar Noël, over dat robots de wereld kunnen overnemen, dat zal toch best kunnen later? In films wordt dat wel gemeld, maar of de technologie dat aan kan, weten ja, we nog niet. Ik denk dat het gelul is. Misschien over 1000 jaar. Nou, ik denk dat we het beter kunnen vragen aan een deskundige. Hey professors, wat is het nut nou eigenlijk van een robot? Om dat te weten moet je eerst een beetje kennis over de robot hebben. Ja, inderdaad. De naam robot stamt af van het Tsjechische woord robata en dat betekent werken. Robots zijn machines. Ja, dat weet ik. Maar wat is het nut? Nou, robots worden gebruikt in de introductielijn. Dat houdt in dat ze voor de industrie worden gebruikt om bijvoorbeeld gevaarlijke grondstoffen uit de grond te halen. Of eentonig lopende bandwerk doen. Ja, maar dat kan een mens toch ook doen, lijkt me. Ja, het klinkt heel luxe, maar een robot kan sommige dingen gewoon beter dan de mens. Bijvoorbeeld, een robot kan heel precies dingen berekenen en uitvoeren. Als er iets met een ruimteschip moet gebeuren, dan wordt dat meestal gedaan door een robot, want die kan dat heel precies lassen of maken. Een robot is ook niet menselijk. Bijvoorbeeld, hij kan gewoon op de maan lopen of hij voelt geen pijn. Kijk, als ik Noël nou sla of knijp, dan voelt Noël pijn. Ja, dat is waar. Hé, zo heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar er zijn toch ook nadelen, toch? Je komt toch niet weer terug over dat robots de wereld veroveren? Nee, maar gewoon, er moeten nadelen aan zitten, of niet? Ja, natuurlijk. Het heeft stroom nodig, dat kost veel geld. Als je een keer een robot wilt maken, dan kost het ook veel geld. Gaat er iets kapot, dan moet je dat weer repareren, dat kost ook veel geld. En dat bij elkaar, dan ben je echt meteen een hele hoop geld kwijt. Jullie zijn slim. Over dat robots de wereld over zouden kunnen nemen. Dat kan toch best, lijkt me. Nou, dat wordt in films wel gemeld, maar of de technologie dat aan kan? Ja, ik denk dat het gelul is. Ik weet het echt niet. Misschien over 1000 jaar. Nou, ik denk dat we het beter kunnen vragen aan een deskundige. Ja, goed idee Thomas, goed idee. Hey, maar Noël, over dat wereld... Hey professors, wat is het nut nou eigenlijk van een robot? Ik heb wat in mijn oog. Oh. Hey jongens. Stop maar. Hey professors, wat is het nut nou eigenlijk van een robot? Een robot is heel interessant. Hey professors, wat is het nut nou eigenlijk van een robot? Nou, om dat te weten moet je eerst een beetje kennis hebben over een robot. Ja, inderdaad. De naam robot stamt af van het Tsjechische woord werken. En dat betekent... Oh nee. Hey professors, wat is het nut nou eigenlijk van een robot? Nou, dat zou ik niet eens even vertellen.